Verlaat helemaal achter in het 16 meter gebied. Die komt nu naar binnen. En de bal wordt van richting veranderd. De vrije trap van Miku door Bouwman van richting veranderd. En het is 1-0 voor Werder. En wat een pech voor Vitesse. De vrije trap. En Bouwman loopt er per ongeluk tegenaan als het ware. Maar Irvine is een goede scheidsrechter, die fluit niet voor elk wisselwasje. Peters wacht af en daardoor het schot van Krstajic. Wat een doelpunt zeg! Jongen. Wat een goal! Zo'n doelpunt maak je misschien maar één keer in je leven. En Krstajic doet het uitgerekend vanavond tegen Vitesse. Ja, Jevic, die kan er natuurlijk helemaal niets aan doen. Het gaat fout bij Peters, die Krstajic laat aanleggen. Maar dan, wat een raket. Tenzij het op penalties aankomt, maar daar komt een strafschop aan. Na de overtreding van Verlaat, die geel krijgt. Maar Vitesse kan nu snel in de wedstrijd terugkomen. De Duitse regie kreeg geen genoeg van die goal van Krstajic. Daar valt wat voor te zeggen, maar het gebeurde toch echt aan deze kant van het veld. Waar Verlaat Amoa onderuit moet halen. Overduidelijk. Geen twijfel over mogelijk. En het is Levchenko die de bal heeft klaargelegd. Afgelopen zaterdag mocht hij ook aanleggen van 11 meter. Toen tegen Willem II, toen ging de bal feilloos in het doel. Links van de keeper. Hard en geplaatst. En nu kiest hij voor de andere hoek. Is Borrell dichtbij, maar zit hij wel. Is het 2-1. En is Vitesse weer helemaal terug. Borrell zit er nog aan. Op links Manjin. Die krijgt nu Rankovic bij zich. Ook Mustafa komt mee terug. En dit is een onnodige overtreding van Rankovic op Manjin. Het is zelfs rood. Wat een domme overtreding van Alexander Rankovic. Nergens voor nodig. Dan is rood misschien een zware straf, een overdreven beslissing. Maar als je bij het begin begint, dan is het natuurlijk gewoon zo dat Rankovic hier helemaal niet aan moet beginnen. Op deze plaats, als de bal al weg is, als er niets aan de hand is feitelijk, dan moet je dit niet doen. Bremen schroeft de tempo op. Hoop daarmee Vitesse kapot te spelen. Maar dan moet je het wel zorgvuldig doen. Klaasens. Klaasens zelf. Oh, wat een doelpunt van Gert Klaasens. Wat een goal. Allegram legt hij in het schot. En nu zijn er grote zorgen voor hem en zijn ploeg Thomas Schaaf. Bal 2-2. Dat betekent dat Werder minimaal twee keer moet scoren om door te gaan. Klaasens. Jongen. Om te huilen zo mooi. Wat een schitterende terugkeer van Vitesse. Wisselen. Een logische wissel. Verdediger Bouwman eruit. En de Griekse spits Charisteas voor hem in de plaats.
Miku. Jevrić. En het is een goal voor Werder. De eerste keer dat Charisteas de bal raakt en het is meteen raak zelfs. Het leek erop alsof Jevrić die bal wel zou pakken, maar hij laat Charisteas voor zich komen. Amoa schokt naar de kant. En voor hem dus Mbamba voor de laatste minuten. Jevrić moet nu toch gaan oppassen met deze vertragende technieken. Ernst. Klasnic. Jevrić komt niet van zijn lijn en dat loopt maar net goed af. Het was een cruciale beslissing die hij moest nemen. Naar de bal toe of blijven staan. In de wetenschap dat Charisteas op hem afkwam. En het bleek uiteindelijk de juiste beslissing te zijn. De bal nu over de zijlijn geschoten omdat Stefanovic geblesseerd is of zou zijn. Het hoort natuurlijk allemaal bij het spel om nu zoveel mogelijk tijd te winnen. De scheidsrechter wil dat er doorgespeeld wordt. En Stefanovic loopt alweer als een kieviet. En daar onderschept Mbamba de bal. Mbamba voor de beslissing. Emil Mbamba voorbij de keeper. Emil Mbamba schiet Vitesse naar de volgende ronde. Want het is 3-3. En Snoei kan het niet geloven. Kan zijn geluk niet op. Wat een apotheose. Wat een wedstrijd. Wat een droomprestatie. Vitesse laat hier vanavond zien hoe ver je kunt komen als je erin gelooft en als je ervoor gaat. Als je blijft knokken tot het einde. En dit is dan de bekroning. De 3-3 van Emil Mbamba. Mustafa. Nog maar eens ver weg. En dan fluit Irvine af. En is Vitesse helemaal zeker van het bereiken van de derde ronde van de UEFA Cup. Hij besliste de zaak, Emil Mbamba. En daar Klaus Allofs, de technisch directeur van Werder Bremen. Geslagen, net als Frank Verlaat. Dit had niemand bij Werder Bremen voor mogelijk gehouden. En had iemand het in Nederland voor mogelijk gehouden. Dat Vitesse in staat zou zijn tot deze prestatie. Charisteas, hij maakte 3-2. Vitesse kwam onder een enorme druk. Er waren kansen en kansen voor Werder. Maar Jevrić hield Vitesse in de race. En toen het moment van Mbamba, dat leidde tot de 3-3. Miku. Aangedaan. Zoals alle spelers van Werder. Maar de vreugde is op het veld. Daar gaan de spelers van Vitesse nu naar het vak van de supporters. U kunt het nu ook zien.